De president is voorbarig geweest om aan te geven dat de energietarieven verlaagd zullen worden. Dit geeft voorzitter Robbie Berenstein van de vakcentrale C47 aan tegenover het STVS-journaal. Gesprekken met de verschillende actoren zijn nog niet afgerond. Dus de president zal geen uitspraak mogen doen over dit onderwerp, vindt Berenstein. We zijn op een punt beland waarbij vanuit de kant van de nieuwsbedrijven, de regering, waarbij een lager tarief is voorgesteld. Inderdaad, dus kennelijk in dat kader zegt hij van de tarieven gaan omlaag, maar wij zijn daar nog niet tevreden mee. Dus in onze berekeningen, onze visie, kan het en moet het nog lager. De president heeft op meerdere momenten aangegeven dat de energietarieven verlaagd zullen worden. Dit om het volk tegemoet te komen. De samenleving heeft op meerdere momenten hun misnoegen geuit middels het voeren van protesten tegen de verhoogde energietarieven. De subsidie op energie en gas zal nog verder afgebouwd worden. Vorige week zei president Santokki het volgende over de stroomtarieven. Kepkes, als je in staat bent nog verder omlaag te brengen, ga ik zeker die ondersteuning geven. Dus ook dat komt dat de samenleving minder aan stroom zal betalen. En in feite, ja, met hun acties al nu al meer dan 600 miljoen besparing al gecreëerd hebben. Begrijpen? Dus nogmaals, dit is de wijze waarop we als journalisten moeten werken. Bundelen van alle deskundigen en zorg dragen dat in het belang van het land een zodanige prijs voor stroom komt wat redelijk is, wat rechtvaardig is, wat betaalbaar is voor ieder. En zij die niet kunnen betalen, gaan wij als regering constant ondersteunen met subjectsubsidie. De regering heeft huiswerk gekregen van de vakorganisaties om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Berenstein zegt ook dat de verlaagde tarieven niet zijn berekend op basis van het afbouwen van de subsidies. Binnen onze berekeningen, ja, is er ook geen subsidie. Dus waar we ons op gaan concentreren, is het efficiënter opwekken van energie. En daar moeten een aantal concrete maatregelen voor worden getroffen. Waardoor je inderdaad minder gaat betalen per kilowattuur. Dus dat van dat subsidietraject, in onze visie, komt dat niet in gevaar. Morgen, zaterdag 14 september, zullen de laatste gesprekken gevoerd worden over het verder omlaag brengen van de energietarieven.